Vandaag spelen we de Foto Challenge 5.0, maar met een twist. We doen het met een Polaroid camera. We moeten dus 9 dingen op de foto zetten. En we hebben dus maar 9 van dit soort Polaroid foto's. Dus je hebt 1 kans per foto die je wil maken. Of je wil er 3 opofferen voor eentje, maar dan kun je dus nog maar 7 punten halen in totaal. Wat dit? Ik heb 1 keer op de Vrijmibo, als ik wist de Polaroid, heb ik voor iedereen leuke foto's gemaakt en die zien er zo uit. Als ik dat dus doe, hebben we dus 0 punten vandaag. Ik zal jou even de 9 opdrachten van vandaag voorlezen, Matt. We moeten 25 kledingstukken gedragen door 1 persoon. Huh? Iemand die ooit in een bankzittersvideo heeft gezeten. Jij. Ja, dat, ik denk dat dat niet telt. Plus, ik ben er ook niet zo vaak. Dus, leuke grap. In een collegezaal waar op dat moment lesgegeven wordt. Oeh. Met iemand ouder dan 85 jaar. Met de lookalike van een bankzitter. Dat is gewoon iemand die kaal is. Heb je Milo. Een klok die precies een uur aangeeft. Dat is echt heel simpel. Dat is heel simpel. Een kaartenhuis van minstens 4 lagen. Een eredivisie-speler uit het rechte rijtje. Kenneth Taylor of zo misschien? Misschien Berghuis? Ja, Robby, hou je bek even serieus. Zo bedoelde ik het totaal niet. Maar ik heb wel het PSV-stadion in de fik gezet. En als laatste, de zonsondergang. Trouwens mensen, deze video is niet heel lang geleden opgenomen. Ajax staat inmiddels weer 5. Bedankt, dat klopt inderdaad. We zitten in de auto. We hebben er even over nagedacht. We zijn even alle dingetjes afgegaan. Wat ik sowieso heb gedaan, ik heb een DM gestuurd naar de gast die contact hadden met Pieter Visser. Ja, Pieter die wilde vorige keer, terwijl de senior bingo deden, wilde hij ook graag met ons opnemen. Hij wilde graag een asje met ons trekken. Hij had ook geluisterd naar van in mijn systeem. Hey, jij bent vast in mijn systeem. Verder, Koen is ziek. Maar dan... Laat stalker Koen van H van zich horen. We doen alsof we een normaal telefoongesprek aangaan. Om hem zo te betrappen op leugens. Hey jongen, gaat het met je? Gaat het iets beter, ja? Ja, ik hoef niet meer te kotsen gelukkig. Ik heb gisteren dus de hele dag op bed gelegen en niks gegeten. Dus ik heb helemaal een soort... Koen is hier overduidelijk medelijden aan het kweken om zo het onderwerp uit de weg te gaan. Kunnen wij even bij jou op ziekenbezoek komen zo? Ja, oh, dat kan. Waarom? Nou, we hebben dus een bingo-kaart gekregen met allemaal dingen erop. En er staat onder andere op 25 kledingstukken gedragen op hetzelfde moment door 1 persoon. En ik ben altijd te denken van ja, het is wel leuk om jou nog een beetje in de video te betrekken. Plus dat jij echt heel veel, natuurlijk veel van die veel te oversized lelijke kleding hebt. Dus dat is wel makkelijk, dan kan jij dat gewoon allemaal aantrekken. Ja. En dan doe je ook al 6 sokken over elkaar heen en dan heb jij heel snel 25 kledingstukken. Maar vooral dat je dan toch nog even in de video komt. Oké, okay, ja dat is goed. Ja, hoe laat zijn we hier? Weet ik even niet, maar ik denk dat we pas laat komen. Oh, dat is goed, ik ben tot de hele dag thuis. Ja, want je bent ziek natuurlijk. Ja, ik ben doodziek. Ja. Koen is helemaal niet ziek. Hij zit namelijk op het moment van dit telefoontje met een stijve pik Bassie en Adriaan te kijken. Een glasharde leugen dus. Bruh. Iemand ouder dan 85 jaar. Ja, mijn oma is zo oud. Maar... We zouden even langs kunnen gaan bij jouw oma. Ja, die heeft ook wel eens in mijn video gezet. Die vindt het fantastisch. Ja. Oh, dan rijden we toch naar je oma toe? Nee, we rijden nog naar je oma toe, toch? Ja, ja prima. Vlam daarheen. Hup! Nou, dat is wat een verrassing. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed met mij. Het gaat heel goed. Ik zie het meer op de televisie als in het echt. Ja, nou, daar kan verandering in komen. Ben jij thuis, oma? Ja. Kan ik met Milo langskomen? Wij moeten... jij bent 86, toch? Ja, ja. Wij moeten op de foto met jou voor een video van ons. Oké, okay. En hoe laat kom je dan? We zouden er over een kwartier kunnen zijn al. Oké, prima. Tot zo. Okay. Ja! Hier binnen, bro! 86! Dit is echt een lieve oma, dat hoor je meteen. Oké, Rob, ik stel voor dat we beginnen met een eredivisie-speler uit het rechte rijtje. Want die trainen vroeg, die zijn klaar, die gaan daarna op hun nest liggen. Die gaan FIFA spelen, die zien nooit meer terug. Wat is op dit moment het rechte rijtje? Het rechte rijtje is... Pek Zwolle, SC Heerenveen, Fortuna Sittard, Almere City, FC Utrecht, Heracles, Heracles, RKC Waalwijk, FC Volendam en Vitesse. Er staan nog best wel grote namen tussen, maar ik wil gewoon met een leuke speler op de foto. Ik zie bij RKC wel Michiel Kramer staan. Die vind ik wel mooi hoor. Dat is wel mooi, maar dan moeten we helemaal naar Wolle krijgen. Robbie heeft het geweldige idee om een lijntje uit te gooien bij Vitesse-verdediger Izimat Miren, die hij nog kent van zijn tijd bij PSV. Want hij was de gast in de allereerste PSV-vlog ooit. Izimat Miren. En het contact is er altijd gebleven, want Izimat stuurde Robbie 2 jaar geleden nog compleet uit het niets het volgende filmpje via DM. Robby, what's up? It's a long time I didn't hear from you. I hope everything is good for you. I just take some news. Just let me know, bro. Maar we zagen dat hij precies op dit moment aan het trainen is, dus besluiten we eerst een collegezaal te gaan zoeken. Oké, we staan nu op het complex van de Universiteit van Utrecht. Alleen, ik ken de weg hier niet. Ik heb hier niet gestudeerd. Jij hebt hier ook niet gestudeerd. Nee. Jij kent de weg ook niet. Het leek mij sowieso een goed idee dat jij mij op de foto zet. Dan heb ik toch nog een beetje bewijs dat ik ooit in mijn leven op een universiteit ben geweest. Ik hoor je niet thuis. Het punt is, ik ken in Delft de weg heel goed. Ja, precies, de week zelfs precies hoe laat ik college beginnen, maar hier heb ik dus echt geen idee. Ja, jij hebt op de universiteit gestudeerd? Aan de TU in Delft. Jongens, jongens, waar zijn die collegezalen? Is daar nu les? Bruh. Kanus, bro. Go,
Godverdomme! Ik vind het echt niet erg om iemand zijn college te verstoren, maar ik ga niet iemand zijn tentamen verstoren. Nee, dat kan niet, maar er zijn geen tentamens in de collegezaal, maar dat betekent dus dat er geen colleges zijn. Oh! Ja, dat is logisch. Je gaat niet in een collegezaal een tentamen maken. Mattie en Robbie zijn onderweg naar hun eerste les van de dag. Ze hebben alleen één probleem. Ze kunnen het lokaal niet vinden. Voor mij, dit is het voor mij. Ze ontdekken dat dit de fietsenstalling is waar hun vriend Milo gisteren nog stond te tongen met een docent. Dus ze zoeken toch verder naar hun lokaal. Als ik Delft was geweest, dan oonde ik het gewoon. Maar nu, je bent ook gewoon aan het zoeken. Hey, dit vind jij vet. Balkon Pie. Dit is jouw tak van sport. Dit zijn de beta-vakken. Alpha, beta, gamma. Ik heb Theatron gezien op Google. Dat is een theaterzaal, collegezaal. Dat kan een goede zijn, maar dat moet dus gewoon les zijn. Dus laten we gewoon... Maar dit is allemaal tak van sport. Moet allemaal naar boven. Hey, we worden er helemaal niet veel aangekeken. Nee, we worden helemaal niet veel aangekeken. Ik loop wel veel leuke Utrechtse studenten. Oké. Hier, hier. Nou, we kunnen er toch gewoon in gaan zitten? Oh, je moest lesgegeven worden. Het zit sowieso dicht. Huh? Het zit inderdaad sowieso dicht. Wat de brief. Mattie en Robbie hebben ondertussen hun lokaal gevonden. Er is alleen nog helemaal niemand aanwezig. Vind je het niet zus? Zus. Dat we hier zitten? Of het zus is dat we hier zitten? Ja, natuurlijk. Dit is een lege collegezaal. Dat je nou zijn leuk. Dom kan je hier binnenlopen. Bij ons staat het op slot voor mij, hoor. Wat? Dan kun je hier iets stelen, zoals dit. Oh nee, want het zit vast. Oh, dat vind ik ook van die verschrikkelijke schuiftafels. Dat haat ik zo, jongen. We kunnen het gewoon gaan vragen, toch? Die mensen staan ons te filmen en die vinden het toch goed. Ja, maar even vragen. Okay. Blijf ik ook weer onze plekjes even. Dus goed, haal jij onze plekjes. Want dit is wel een goed plekje om straks meteen weg te sneaken. Ja, precies. Ik voel het zo achterlijk. Mag ik jullie wat vragen? Ja, sorry. Is er hier vandaag les? Wij zoeken... Oké, want wij zoeken sociaal, maar dan waar lesgegeven wordt. Ja, anders hier zo niet gaan worden. Er zijn er heel veel. Mag ik alsjeblieft een foto maken? Ja, natuurlijk. Yes, die meisjes zijn heel blij. Goed zo. Doe er de groetjes. Nadat Robbie de drie meisjes op de gang even getonkt heeft, gaan de jongens naar het lokaal. Ik zit in media en cultuur. Ik weet alles van media, maar weinig van cultuur. Maar ik was ook maar in één deel heel erg goed. Oh mijn god, het is er één toch? Het is er één. Ik moet even hierboven. Wat is hier binnen? Oh, dit is conferences voor informatica. Hoe laat begint het? We lopen even naar binnen. Kijk je ook zo neer op HBO'ers? Bro, er zit hier iemand bij college informatica met een Louis Vuitton jasje van 2K. Hij zit er binnen, ik doe mijn jas even. Ik ga even mijn jas uitdoen hoor, ik heb warm. En zo maken studenten met weinig vermogen niet belachelijk. Waarom doet het wel? Waarom niet? De disrespect om hier te gaan zitten met dat jasje. Oké, zullen we dat even doen? Dit is echt beschamend. Mattie en Robbie verlaten vroegtijdig het lokaal om buiten te gaan smoken op het plein. Hij is gelukkig. Nou, je ziet het nog niet, maar hij is gelukkig. Goed. Laten we door. Het is inmiddels een uur geleden dat wij Issimat Marais een bericht hebben gestuurd. En hij was waarschijnlijk aan het trainen en hij heeft in ieder geval nog steeds niet gereageerd. Wat we nog kunnen doen, is Marco van Ginkel een bericht sturen. Daarvan heb ik toevallig het telefoonnummer. Ik zie hier een mooi ons laatste appgesprek. Je hebt alleen maar appgesprek met die PSV'ers. Dat is niet normaal, jongen. Nee, ik stuur hem. Maar gaan we aan hem vragen of we met Issimat op de foto kunnen? En als we Issimat niet kunnen regelen, dan kun je dan proper regelen. Yo, maatje. Ik zit hier in de auto met Mattie, een van de andere jongens van Bankzitters. Ik weet eigenlijk niet of je dat kent, maar daar ga ik gewoon voor de makkelijkheid even vanuit. En wij hebben een super belangrijke opdracht vandaag voor een video die wij maken voor YouTube. Kun jij ons misschien helpen? Of misschien hebben jullie vanmiddag training en dan rijden wij even bij jullie complex langs en dan komen we even gedag zeggen. En dan maken we even foto's. Huisadres, we willen de huisadres. Dankjewel. Yo! Ik denk dat dit de beste minuut is uit Marco van Ginkel's leven. Kun jij in de tussentijd even een bejaardenhuis zoeken, want we moeten onze tijd wel effectief gebruiken. Dus wij dachten, we gaan naar een bejaardenhuis toe en dan gaan we gewoon vragen. Hallo, je ziet 85. En dan hopen dat ze het zelf nog weten. Kans is klein. Zo, wat we ook kunnen doen is gewoon iemand zoeken die dement is. En dan zeggen we, oh, we zijn je kleinzoon, weet je het nog? En dan zeggen we, misschien geeft ze ons dan wel 50 euro zakgeld. Op naar de opa's en oma's. En als we er heel lang over doen, dan zijn ze misschien weer een jaar ouder geworden. Rijd even door, opa. Oké. Daar zijn we dan, het is zover. Een prachtig moment is hier gaande. Op de bank, daar zitten ze. Er zitten een paar jaartjes tussen. Maar het is nog echt familie hoor. Dit is wel leuk. Dit is leuk hoor. Jullie hebben het vaak over Trace natuurlijk. Ik vertelde mijn oma heet Trace. En toen zei Mattie en dan heet je opa zeker Trek. Van Trek en Trace. In 1937 werden er allemaal Traces geboren. Want er was een of andere terrein. Normaal als ik dingen vertel, dan wordt het afgeknipt. Maar dat moet Anton Huus durven. Zullen wij een foto nemen? Ja. Want jij bent 86. Ja, ik ben echt 86. Ja, je zal het niet zeggen. En dat is een belangrijk moment, want we hebben maar één Polaroid. Dus hij moet in één keer goed zijn. En als ik dan nu klik. Dan? Nee. Bruh. Maar wat moet ik nou hier dan niet meer doen? Die moet in een donkere plek moeten. In mijn zak. Hup erin. Hup. Stop hem erin. Wat zeggen we dan, oma? Inshallah. Maar er hangt een hele leuke foto van hem boven bij mij. Die wil ik eigenlijk dan wel even zien. Ja, even halen. Op dat prikbord boven mijn eindje.
Maar wat was hij dan voor kleinkind? Is hij eigenlijk nog een beetje steeds dezelfde? Hij is altijd nog een beetje hetzelfde. Dat ben ik op die foto. Ja, dat is wel perfect. Kijk, daar is hij. Je zou het niet zeggen, maar ik ben het echt. Ja hoor! Ja. Nou, deze binnen. Super bedankt, oma. Dan gaan wij door naar de volgende opdracht. Ja, die is binnen. Doe, wat een leuke oma heb jij. De eerste is binnen en dan heb je nog een leuke foto ook dan overgehouden. Verder hebben we wel slecht nieuws, want Pieter Visser heeft nog steeds niet gereageerd. Pieter Visser reageert nog niet. Pietertje. Pieter, ik weet toch wel dat hij altijd pas om 2:30 wakker wordt. Je mag toch lekker bakken! Ik zou zeggen, we wegen ons wel een beetje zo vanuit Laren hier naar boven toe. Mijn idee zou zijn, als ik zo kijk, we kunnen er niet heel veel daarmee combineren, behalve voetbalclubs. Zal ik gewoon een paar gasten, want ik weet dat van allebei de clubs een paar van die jeugdspelers ons wel volgen. Zal ik gewoon een paar DM's gaan uitgooien met de joh, hoe laat trainen het eerste? Kunnen we een keer op de foto bedienen? Ja, het is vrijdag, dus ik weet niet of ze dan trainen, maar laten we het gewoon. Dus in principe, het idee is nu, we rijden naar Almere toe en ga ik spelers DM'en. Ja, oké, let's go. Oké, we zijn aangekomen bij het bejaardentehuis. Het is een super groot bejaardentehuis, maar het is wel een beetje skeer. En skeerde mensen worden meestal niet oud. Nu zijn we op een punt aangekomen dat we moeten gaan vragen hoe oud mensen zijn. En als ze dan zeggen 85, dan moeten we vragen, mogen we misschien met u op de foto? Ah, die vrouw die daar nu loopt, hoe oud is die dan? 60. 60, zeg. Bro, je ouders zijn toch ook al 70? Nee, joh. Wat zeg je nou? Ik zie oude mensen, maar geen 85. Oh, er is hier niemand 85. Zullen we dan naar de cafetaria? Misschien zit daar wel iemand. Wat gaan we doen met de cafetaria? Ja, hopelijk dat er een oma binnenkomt. Dat is heel hip. Een hip tentje. Dat is gewoon een hippe tent. Het is een hippe tent, maar het is een voorzieningscentrum. Dit is ook zo dom. Waar kom je iemand van 85 tegen? Tussen zijn flanken. Wow, weet je wat hij net tegen mij zegt? We kunnen eventueel ook naar mijn oma gaan. Die zit sinds kort in een bejaardhuis en ik ben er nog geen enkele geweest. Ja, die zit er echt een maand, bro. Ja. Ik ga graag langs met mijn oma, maar het is nog niet van gekomen met AFAS. Oh, ze zit en zo. Al anderhalve maand in een bejaardhuis en je zegt. Hoezo is het nou ineens anderhalve maand? Anderhalve maand. Wat? Kut. Hoe werkt dit? Bro heeft hem gesloten. Bro heeft hem gewoon gesloten. Echt niet. Wow, hij is echt stuk. Op kantoor hebben we er nog een paar liggen, dat weet ik wel, omdat mijn vrijmibo gebruiken we ze altijd. Maar dit is toch niet normaal. Yes. Hij heeft hem weer gefixt, we kunnen door mensen, we kunnen door. Er is niks aan de hand. Oké, mensen, we gaan alles of niets, we gaan gewoon hier naar binnen. Nee, maar ik heb wel lekker reepie al hier. Dit ligt aan Twix. Hey, dat is echt jammer als je die besteld hebt. Ik denk niet dat veel ouderen naar beneden lopen in de lobby en even een Slammers Energy uit de automaat trekken. Ik denk niet dat dat vaak gebeurt. Ik heb ook wat lekkers genomen. Hij valt er niet uit. Dat is slaan. Straks 7,95 voor 3 keer wippen, man. Hey. Je hebt nu een tientje, of komt die ander ook? Kauwgompjes, please. God. Wow, dit is misschien wel het allerstomste apparaat dat ik ooit heb gezien. Oké, komt die milkareep. Wacht, hij komt eerst die milkareep. Waarom? Hey. Ja, mijn kauwgom heb ik. Ja, ik vind het prima, want kijk, voor een leuke avond heb je natuurlijk niet meer nodig dan dit. Maar goed, wat kwam hier eigenlijk doen? Bro, dit ziet eruit als die zombie map verrukt. Dat is zo'n gekke huis. Hey! Pietertje Milo. Nou, dames en heren, die treedt op eigen risico. Wat doe je wel voorzichtig? Kamer, man! We staan hier alleen maar stil voor je. Zit hier wel goed? Ja, alleen waar zijn we? Dit zijn gewoon die mensen in woning, dus ze zijn niet hier. Ik heb gewoon een goede locatie gescout. We staan hier midden in een bejaardenhuis. Overal scootmobiels voor de deur. We moeten gewoon aanbellen en het gaan proberen. Hallo mevrouw, wij zijn. Ze lopen weg. Huh? Ja, ze denkt dat ik voor ze nog zorg. Ga je daar naar binnen lopen? Dag mevrouw, ik had een vraagje aan u. Sorry dat ik meteen helemaal binnenloop. Maar wij zijn bezig met een schoolopdracht en we zoeken eigenlijk iemand om mee op de foto te gaan. Dat is misschien een beetje een onbeschofte vraag. Die ouder is dan 85, maar ik denk dat u dat nog niet bent. Nee. Nee, dat dacht ik al wel. Misschien buren. Kent u misschien iemand hier die ouder dan 85 is? Oké, nou dan zoeken we er even verder. Dankjewel in ieder geval en een fijne dag. Ja, we zitten helemaal verkeerd. We zitten helemaal verkeerd, ja. Hij doet ook eens wat. Godsamme. Mat, het is inmiddels ongeveer weer een half uur verder. En heel goed. Transparent condoms en slightly thicker met extra loop. Hey, het is inmiddels een half uur verder en het zal je bijna niet verbazen. Ook Marco Frenkel heeft er niet gekregen. Nee, ja, het verbaast me helemaal niks. Maar, ja, je gelooft het daar eens niet. Ik heb nog een connectie bij Vitesse. De keeper, Edo Room. Express Wetenvalk. Fijn spraak mee, ja. Of een tekst. Yo, bro. En we moeten daarvoor op de foto met een speler uit de Eredivisie uit het rechterrijtje. Ik ga je sturen. Yo, bro. Alles lekker. We hebben vandaag een fotoopdracht en we moeten op de foto met een speler uit de Eredivisie. En dan maken we even een pikkertje en dan zijn we daarna weer weg. Je gaat zeker niet reageren natuurlijk. Roel, ik heb groot nieuws. Over hoe lang zijn we bij het Almere City Stadion? 11 minuten. Dan zijn we net 11 minuten op tijd, want ik heb een reactie gekregen. Van niemand minder dan een van de allergrootste talenten
van de Eredivisie. Ja. Momenteel nog in het rechte rijtje, bivakkerend. Ja. Dat is voor ons alleen maar goed. Jochem, ritmeester van de kans, heeft gescoord tegen Ajax. Tegen Ajax. Ik heb naar hem en nog naar een paar andere spelers van het geweld al meer dan zeer even gestuurd. Ja. Vriend, vraag je, trainen jullie vandaag? En zo ja, hoe laat? Hij zegt het volgende. Oh, nee, dat houden jullie makkelijk. De meeste zitten nog boven de kaarten, dus dat komt echt wel goed. Vraag even of ze ondertussen een kaarthuis aan het bouwen zijn. Tering, zal die boys maken een kaarthuis voor ons? Jochem, dit meester van de kant. Hij is wel een van de grootste talenten van de Eredivisie. Serieus, misschien wel de grootste. Het waait hier behoorlijk hard. Jezus man, je kan het zo ook al niet trainen. Ik ben echt zenuwachtig man. Het is niet vaak dat je zulke grote talenten ontmoet. Hij zegt achter je. Hij heeft ons gespot. We zijn gespot door Jochem, dit meester van de kant. En we hebben hem nog niet eens gezien. En dan, stuurt stalker Jochem een bedreigend berichtje. Hij zegt achter je. Het lijkt erop dat Jochem plezier heeft in het bedreigen van zijn slachtoffers. Kerel! Hoe is het, man? Goed, jou? Ja, Milo, aangenaam. Hey, hij zegt nog, je moet niet vertellen wat precies de opdracht is. Dat is lullig. Een Eredivisie speler uit het rechte rijtje. Dat is eigenlijk een beetje de opdracht. Ja, ja. We gaan een foto ermee maken. Ja, we moeten een Polaroid maken. We moeten dus een leuke Polaroid maken. Oh, leuk! We gaan een Polaroid. Kunnen we een foto van jullie maken? Ja. Ja, maar ja met logo zou ik dan wel doen. Vroeger moest ik ook nog voetballen. Oh, die tijd heb ik ook nog meegemaakt. Ja. Ja, hij komt van voor de oorlog, ja. Kijk, dit is wel top hoor. En dan moet hij wel snel donker. Maar dit is het eerste ding wat jullie doen. Dus. Nee, we zijn ook al bij zijn oma geweest. Oh, leuk. We zijn ook al bij zijn oma geweest. Jij wel een keer bij vrienden van mij in Laren. Oh, wat was dat dan? Ja. Ik zat op het terras en toen kwamen een paar gastjes die kwamen langs. Die zeiden, we hebben een feestje thuis, kom je ook? Ik zei, ja, dat is goed. Ik heb je moeder geneukt. Oh, nee, oké, nou, je hebt ons geholpen, man. Succes, hey, dankjewel. Ik heb kunnen helpen. Je hebt ons op wijze geholpen, man. Thanks. Ja, later. Doei. Nou, we duiken jouw turn. Hij is wel binnen. Kom naar weg. Van de legend. Wij zitten weer in de auto. En dan vraag je je af, hebben jullie nu een reden om in de auto te zitten? Jazeker. Ik heb een reactie. Dit is mijn grote vriend, idool Pieter Visser. We hebben een adres gekregen. En we kunnen uiteraard heel mooie foto's van Pieter maken. Over foto gesproken. We hebben allemaal niet naar die andere foto gekeken van Ritmeester. Oh ja. Zo! Deze is tanktoe ziek. Ah, deze is niet normaal, man. Bro, deze is tanktoe lijf. Met de Ritmeester! Jochem! De Rimmeester! Ik ga wel met Pieter, ga ik even die stem nadoen. Nou, we zijn onderweg naar Pieter, mensen. En wat daar gaat gebeuren, ja, ik hou mijn hart vast. Robbie en ik hebben geen persoon van 85 plus kunnen vinden. Dus gaan we voor de volgende foto. Eentje met 25 kledingstukken gedragen door één persoon. En het leek ons leuk om 25 kledingstukken van Milo te pakken. Maar goed, hoe komen we aan 25 begutste kledingstukken van Milo? Nou, gewoon even aan zijn vriendin vragen. Die vond het geen probleem haar sleutel van zijn huis één dagje uit te lenen. We zijn er. Ik ben zo benieuwd naar de situatie hier binnen. Bro heeft een kerstboom. Hou je weg. Het is 400 januari en hij heeft een bro heeft een dakbord. Bro, staat hier gewoon pijltjes te gooien. Binnen is hem ook. Bro, het is echt een dartboard. Oh, het is ook echt zo'n professioneel matje. Bro, kijk maar. Dat wist ik helemaal niet, man. Dit heeft hij gewoon nooit verteld, hè? Nee, ja, hoe zou het komen? Bro, het is een kerstboom, ouwe. We zijn hier één keer geweest voor een video, daar hebben we het voor mij al vaker over gehad. Toen gingen we een soort housewarming doen met Milo, maar die beelden zijn corrupt geraakt of verwijderd. We hadden allemaal cadeautjes gegeven, waarom een hele dikke vette emmer met stroom die toen om was gevallen s'nachts. Ja. En heel die vloer lag onder de stroom. Dus ik wil zeggen, ik begin me nu wel zorgen te maken. Even kijken of hij misschien 25 gedragen kledingstukken heeft. Hoe vaak zou hij hier zitten? Oprecht? Nooit. Wat is dit? Dit is een computer. Hij heeft dus oprecht best wel een mooi appartement, man. Echt veel ruimte. Wat heb je gevonden? Zijn kledingkast. Oh, is de kledingkast. Die hadden het net over die cadeautjes. Oh, dit is ook een cadeautje. In dit huis zijn poesjes welkom. Hebben we spektietjes. Hebben we op dinsdag soms een dipje. Aanbidden we pizza Marjolein. Vaak niet geslapen omdat er een hotel is geboekt. Werken we naar goud droog toe deze zomer. Missen we haar. Stroomt er alcohol uit de kraan. Zijn producten in de koelkast misschien beschimmeld. Hebben we lief. Vooral vrouwen. Leuk. Leven we bij het motto. Live. Dat was een van die cadeaus die we toen gaven. Deze beer is ontiegelijk groot. Die heeft hij ook nooit weggedaan. Nee, hoe waar moet je weg doen? Die kun je niet bij het hotel leggen. Zit hier een gat in? Die beer is groot, ouwe. Hoppakee, ja, als jij nou eens even gaat liggen. Ik heb mezelf wel even comfortabel gemaakt. Wat zijn we hier nou weer aan het doen? Hoeveel is dit? Dit is genoeg volgens mij. Nog een paar heb ik er nodig. Maar je moet even een item wat iedereen herkent. Ik heb bijvoorbeeld nog twee sokken. Ach, kan even op, man. Kennen we deze nog, dames en heren? Dit ding van Milo. Misschien kan ik ook nog een onderbroekje vinden. Ja, of flikkeren met je onderbroek. Wil je geen onderbroek? Nee. Ah, nee. Je bent zo flikker, ja. Hoezo? Ja. Ik heb hier een stapel onderbroeken van een man. Nummer 2 is binnen en nu moeten we even haast maken, want dat gaat helemaal niet goed. Milo heeft vast ook wel een klok die we kunnen gebruiken, toch? Ja, maar zou je misschien niet eerst die kleren van me afhalen? Dat wil ik zelf wel doen. Bro, ik heb nog een kerstboom. Dat staat er helemaal nergens op. Milo heeft geen klok.
Maar hij heeft wel een oven. Er is het nu precies 4 uur. En dat komt niet omdat het precies 4 uur is, maar wel omdat wij dat er zojuist van gemaakt hebben. Zo, ogen, tering. Nou hebben we natuurlijk die vragen uitstaan bij die voetballers. Ja. Ze hebben allemaal nog niet eens gelezen, dat staan gereageerd. Maar, daar stond mijn netwerk natuurlijk niet. Nee. Onlangs is er namelijk een speler naar Nederland weer teruggekomen. En die voetbalt nu hier in Utrecht. Sam Lammers. Ja, die heeft ook op PSV gezeten. Ja, dus ik dacht, nou weet je wat, ik stuur gewoon even een berichtje. Want zou je niet verbazen, maar mijn DM-gesprek met hem stond open. Ja. Hey vriend. Vriend. Ja? Van mij mag je langskomen. PSV wordt landskampioen geworden! Laten we die meteen meepakken, toch? Dan kunnen we die nog voor zonsondergang doen. Ja, daar zijn ze. Hey! Ja, ja, daar zijn ze, ja, ja. Daar zijn ze! Hey, jongens! Goed zeg. Hey, kijk eens aan! Hey, beste kijkers! Zo! Hoi! Kijk eens! Hey, jongens! Geweldig, geweldig! Ja! Bro! Beste kijkers! Weer een nieuwe vlog! Vrienden, hoe is het, bro? Ja, goed, en bij jou? Zit je eigenlijk echt in een video, hè? Ja, inderdaad. Wat leuk dat je mee wilde werken, man. Ja, ik wou het altijd al wel, maar ik dacht van, we moeten eventjes een goed moment vinden. Ja, nou, dat is het zeker, want we hebben je hard nodig, hoor. We hebben een foto nog, een Polaroid-foto. Mooi. We hadden natuurlijk ruzie, wie mag er nou met Pieter op de foto? We hebben er maar één, want er zit maar één zo'n ding in. Ah, balen. En ik heb gewonnen, dus hij gaat een foto maken. Oké, okay, ik moet het niet verpesten, hè, want we hebben maar één foto. Nou moet je focussen. Beste kijkers, weer een nieuwe vlog. Ja. Oh, dit ja, is wel top, hoor. Bro, nee, die staat erop. Oh. Hey, ik wil niet meteen weg nu. We hebben ook nog blikjes energy meegenomen. Ja, blikken energy. Want TikTok hebben we jou gezien. Toen zei je dat je inderdaad dat je met ons een atje wilt doen. Zien jullie graag en dan maken we even een coole vlog. Maar ik wil met jullie wel een atje ook gooien. Ja, ja. En dat je systeem had geluisterd. Je hebt het zelfs gedownload. Het staat op een USB-stick. Kijk, maar even, is het idee nou dat wij nu dus een blikje energy atten? En één teug. Wie als eerste opgeeft. Proost, jongens, trek maar een atje. Okay. Ja, heb ik een. Beste kijkers, weer een nieuwe vlog. Nieuwe extra met een tijdje wel tussen geweest. Dus dan maar even. Hoe kun je dat nu op hebben? Meestal, voor al mijn fans win ik ook meestal. Het is, ik vind hem smaakloos. Ik geef hem een 6.8. Ik geef hem een 9. Dan kunnen we niet nog andere dingen reviewen. Zullen we niet even gewoon een frikandelbroodje halen ofzo? Maar deze zijn niet van de echte bakker. Wij gaan een frikandelbroodje reviewen met Pieter Visser. Dit is een droom van Milo. Dit is nu waar mensen op zitten te wachten. Want we hebben nu dan die blikje energy. Maar het gaat eigenlijk om mensen natuurlijk op een frikandelbroodje. Klopt. Ik vind hem vrij kort. Misvormd ook. Je vindt hem een beetje misvormd? Ja, die van mij in ieder geval wel. Die van jullie zijn perfect, maar moet je eens kijken. Ah ja, die zijn van Acheltje. Ja, klopt. Nou, eet ze. Eet ze, proost. Oké, ik vind hem niet raar. Die van de echte bakker is toch wel lekker. Deze is droog. Als hij aan mij ligt, gaat hij de straat op. Zomaar even grappig gezegd. Ik vind hem te weinig saus hebben. Hij is te droog. Dus hier aan één kant maar saus ook. Ja. Die vind ik dikker. Nou. Oh, ranzigheid, joh. Maar je eet hem wel helemaal op. Dat wel, ja. Mogen we jou bedanken, heel erg. Jawel. Ik vond het echt leuk je te ontmoeten, man. Ik ook. Het was voor mij een eer. Ik heb ervan genoten. Ik moet even huggen. Top, man. Dit was een droom die uitkwam. Jij moest eens weten hoe hard ik in mijn leven al heb gelachen om jouw reviews. Aha. Echt een idool ben je van mij eigenlijk. Oh, thanks, man. Thanks. Ja, ik dacht eerst, oh, die zou ook wel een beetje de gek hebben, maar gelukkig valt dat allemaal weer mee. Nee, wij zijn wel gek, maar op een goede manier. Gelukkig wel, ja. Ja, maar jij bent ook gek, maar ook op een goede manier. Ja, inderdaad. Ja. Later. Hoi, hoi. Bro. Wat een legend. Want een dag is dit. Ik had net een heel moment. Ik weet niet of jij het vindt tellen. Ik wil het even met je overleggen. Toen wij hier onderweg naartoe waren, ben ik een beetje gaan googlen. Ik ben even die kaart afgegaan. We hebben er nu pas 3. Ik ben er een paar waarvan wij nog niks hadden, ben ik een beetje gaan googlen. Ik ben ook gaan googlen naar het kaartenhuis. Ik denk, ja, we kunnen wel kaarten halen en dat gaan bouwen, maar voor hetzelfde lukt dat niet. Ik ga even kijken, googlen wat er is. Toen heb ik iets gevonden. Ik wil even overleggen met jou of jij dat vindt tellen. In Noordwolde, in Friesland dus, heb je hier dit kaartenhuis. Hou je bek. Dit kan je niet tellen. Dit is zo goed gevonden op een vakantiepark. Ja, boeien. We rijden er gewoon heen, we maken een foto en het is goed. En dan verder zijn we weg. Daar hebben mensen ook geen last van. Nee, zeker. Daar is die, hoor. Toevallig, man. Ik was echt... Ja, goed. Wij wisten natuurlijk dat jij wel misschien hier in de buurt zou kunnen zijn. Gefeliciteerd hem trouwens, mijn afgelopen weekend. Moeten we eerlijk vertellen wat de opdracht is? Hoezo? Ik ben de Eredivisie speler uit het rechte rijtje. Ja, dan ben je nog net op tijd. Oké, wij gaan even samen een groene kopje maken. Met zo'n domme camera. Dus we hebben maar één kans. Ja, volgens mij heb ik mijn ogen dicht. Ja, dat ben de hele tijd al. Deze komt zeker op mijn toilet te hangen. En nou, wat moet u nog... Ik ben wat ouder dan 85. Er stond net ook zo'n bejaardenhuis, maar ja. Thanks voor je tijd. Succes vandaag. Ja. Thanks, man. Ik hoop dat jullie winnen. Succes in het weekend. Hey, dankjewel. Heerlijk zeg. Zo, hard lopen. Alleen maar punten. Volgende probleem dient zich wel aan. De zon gaat onder. En we moeten natuurlijk een foto met de zonsondergang. Maar kijk, dit is gewoon Nederland in de winter. 1 dag in de 2 weken is het dat je de zon nog een beetje ziet s'avonds. Maar daar moeten we iets mee. En aangezien we toch
nog veel te doen hebben. Misschien moeten we deze maar gewoon simpel pakken. Yeah, baby. Dus dit is echt een hele lullige manier om het op te lossen, maar we hebben niet echt veel keuze, ja, toch? Ja, maar kom op. Over 5 minuten gaat hij onder, hè? Bruh. Dus dit zou het anders zijn. Dan doen we, dit is toch heel creatief opgelost? Heel creatief opgelost. Een televisiescherm. In de zon bij de beachclub, jij de bediende. Wauw, dit wordt niet mijn beste foto, denk ik. Ik krijg net een bericht en dan denk je, oh mijn god, er is weer iets gefixt. Ja, je hebt een PSV weer een berichtje. Ja, daarom. Want ik dacht, misschien heeft hij een oma van 85 plus en hij reageert nu. Yo bro, ik luister hem nu pas. Tot hoe laat hebben jullie? Isi woont nu in Eindhoven. Dus misschien is dit wel haalbaar. Ja, we hebben er niet veel meer aan, maar toch vind ik het wel leuk vinden om Isi te ontmoeten. Jij bent naar Eindhoven rijden om een foto met Isi te maken. Jij dan met jouw vader. Die is ook 85. Ik ga wat liever doen. Zeg sorry. Rinus, het spijt me zo. Rinus, ik weet dat PSV dit jaar kampioen wordt. Dus ik mag die grapjes gewoon maken. Het kan allemaal niet meer stuk. En dan besluiten we om zelf een kaartenhuis te gaan bouwen. Want ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Het is niet te doen, man. Nou. Als je kunt, zeker weer af, hoor. Ja, misschien moeten we wel bij vermelden dat ik wel tape heb gebruikt en alles eigenlijk zo goed als vastgepakt zit. Oh, oh! Het is niet te doen, dit is zo achterlijk moeilijk. Vind je dat we dit in kunnen leveren, wat ik hier heb? Ik hou van de randjes opzoeken in de regels. Ja, je hebt allemaal hier een vals spelen, ja. Als je bij jou zit, dan ga je automatisch vals spelen. Ja, want nu wil ik het dus even een momentje verpakken, dit was niet mijn idee. Wauw! Ik denk dat een hele leuke foto is, man. Ik zie het! Bro! Bro, we kunnen nog met de auto voor de deur stoppen. Ik dacht dat we helemaal dat park op moesten. Wie verzint het? Dit is goed, zeg. Dit is best dik, hoor. Je kunt zomaar in een vakantiepark gaan inbreken in een huis. Niet daar zo, niet hier komen, dichterbij. Oh, dit is wel top, hoor. Wacht, ik moet hem even scherpstellen. Oh, hij staat niet aan. Ik had hem niet aangezet. Ik moet even pissen. Ga dan niet tegen het huis aan pissen. Nee, ik doe dat toch niet tegen het huis aan, man. Ik word al niet gek. En dan, Milo van de Bankzitters heeft vanmiddag tegen een boom aangepist. Getuigen zeggen dat hij zich ook heeft zitten afkwarken. Godverdomme, is daar iemand? Godverdomme. Nou, gaan we door? Ja, ik denk naar Amsterdam misschien wel. Hey Roelie, wij moeten gaan nadenken ook over die zonsondergang, zal ik je denken. Hij hangt al best laag. Maar hij hangt al laag. We zijn nu in principe onderweg naar Koen in Amsterdam. Daar komen wij aan rond zonsondergangtijd. Ik zit hier te kijken naar de kaartjes voor de Adam Lookout. Oh ja, dat is Noord. Een normaal ticket kost €16,50. Voor €20, Lookout plus drink. Een entree ticket inclusief een drankje plus burgermenu. €32,50. Entree ticket voor de Lookout inclusief een ticket voor de schommel. Nou, doe mij dat burgermenu, maar ik hoef niet te schommelen. Goed. Jongens, de sfeer zit lekker in. Oh, als we die zonsondergang niet halen, heb je echt probleem? Ik. We hadden geen frikandelbroodjes moeten eten, man. We waren te overmoedig. Sfeertje, we gaan echt missen. Ja, we gaan missen. We gaan echt missen. Die kan je stoppen. Volgens Google hebben we nog 10 minuten. Volgens Google mijn reet. Ik heb dat ding van Jan Lul meegenomen, want we gaan helemaal geen foto kunnen maken. Maar voorkant van het gebouw, daar zit. Ah, oké, thanks. Stond nog verkeerd al. Jezus, man. Oh, mijn gewrichten. Stond aan de andere kant van die toren. Goed, dit kan wel redding zijn, man. Die Polaroid moet in de aanslag, man. Ja, die moet in de aanslag. Die Polaroid moet meteen ready. We komen nu boven, dat is echt een climax, hè. Of hij is weg, of hij is al klaar. Kijk, houdt hij deze niet, maar deze is wel heel lekker. Bro, deze is niet normaal. Mashallah. Dat zeggen we mashallah. Nou, lekker dag. Hoe je dan afra? Jij bent net eindelijk aan de fakkel. Ah, dat je meer hakken. Ik wil er niet als enige op. Ik wil er wel samen op. Hey, we hebben ook nog die burger zo. Zo, dat is een dub, zeg. Oh, hij raakt hem bijna. Ja, hij raakt er bijna. We geven elkaar. Oké, hier. Hand u laat. We zijn nu in de buurt van Koen. Hij is natuurlijk ziek, maar we hebben hem vanmiddag natuurlijk al even gebeld en hij wilde wel meewerken aan die kledingstukken. Beslissing van de officier van justitie, €389. Hé, hey, luister eens, ik vind het tof dat jij met ons team mee wil helpen, want we hebben jou wel nodig voor een challenge. Ik heb dus slecht nieuws, ik heb dus helemaal geen onderbroek. Het zit in de was. Nee, ik heb er een onderbroek aan. 1, 2, 3, dat ga ik niet redden, sorry. 18, nou, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En 25! Nou, onderbroekje eroverheen. Dus ik vind het trouwens geen lelijk onderbroek. Oké, dan gaat het volgende shirtje uit. Even kijken hoe ver we komen met al die shirts. Ik vind het een beetje warm, echt man. Dit is echt een vieze gutjas ik ooit mijn leven aanvraag. Ik heb deze nog nooit aangehad. Ik vind dit wel een fit hoor. Dit is wel een fitje. Als onze berekening dus klopt, heeft hij nu 25 dingen aan. Ik vind dit wel stylish. Die is top. Dress down! Je sokken. Die sokken uit, dat maakt 27. Oh, nee! Mijn blote reet op je! Nee, mijn jas! Oh, ik had zo'n idee! Er zit daar die Polaroid zit in die jas aan! Nee, die kleine steen! Oh nee! Gaat ik op die witte stoffen jas bij zitten! Dat doe je toch niet bij je kameraad? Jij bent niet helemaal goed! Ik wil eigenlijk hier gewoon nu weg. Vreselijk zeg. Rob, ik heb slecht nieuws. De foto's zijn ontwikkeld. Nee. En ze zijn een soort van. Ja, maar ze zijn een soort van niet ontwikkeld. Nee.
Dit is een foto met iemand uit het rechter. Dit is een foto met Sam. Ah, hij had trouwens al zijn ogen dicht. Hij had gelijk. Had hij zijn ogen dicht. Ja, kijk maar. Hoe is dit zo moeilijk? Mensen, we zoeken naar het volgende. We zoeken natuurlijk naar iemand die ooit in een bankzittersvideo heeft gezeten. Nou zijn er natuurlijk heel veel mensen, maar wij gingen dus checken. Eigenlijk doen wij weinig gasrollen. Maar ik dacht, ik ga niet te dieper in duiken. We doen iemand die... Die dicht bij jou staat. Nee. Een vrouw naar je hart. Nee, het is iemand die best wel recent in de video zat. Waar we eigenlijk niet echt contactgegevens van hadden. Ja. Omdat het ineens daar was. Ja, en... maar niet echt contactgegevens. Behalve dat jij toevallig volgde op Instagram. Wij volgden elkaar wel op Instagram. Okay. Dat is toen blijkbaar die avond aan het tafeltje gebeurd. Blijkbaar. Ik heb een berichtje gestuurd naar... Ik weet even niet eens hoe heet, man. Het is in ieder geval die chick, die Oekraïense chick uit de Pukhol-video. Mensen, we zijn er in de ghetto. In de regen, daar staan we te wachten op Ilona. Ik weet niet wat ik dadelijk ga meemaken, maar er bestaat echt de kans dat ze gewoon spontaan een muziek naar beneden trekt, volgens mij. Bestaat de kans dat ze gewoon spontaan weer heel leuk gaat doen, dat ze in de auto stapt en meegaat met ons. Yes! Oh mijn god. Matt ontmoet Hello. Zijn droomvrouw. How are you doing? Good to see you. Hello. Hi, Robbie. Nice to meet you. It was like at the race cafe, you know? Ah, yeah, indeed. And today we are looking for a legendary person from a bankzitters video. How is life after the big breakthrough? Well, I got a lot of little boys following me. Little boys, little no. Boys, yes. But they're men. Our viewers are grown-up men. Absolutely adult men following me and asking me who is the hottest one out of the five. who is? I always say you're all hot because I don't have favorites, okay? Okay, so... what do you think of the video? I loved it. Actually was hilarious. Oh, smile! And the date with the guy, was it? Have you ever spoke to him again, like the guy from the is, bar? After our date, like a few days later, he moved to Asia. Did he see the video as well? Yes. Did he say something about it or not? He sent me three messages, but I didn't open them. Now, thank you. Maybe we'll see you soon in another pep golf, and then you join us. Thank bye you. Bye. Thank you. Bye bye. You too. Bestaat de kans dat ze gewoon spontaan weer heel leuk gaat doen, dat ze in de auto stapt en meegaat met ons? Yeah. Of course! Deze vrouw probeert hier een gratis lift te regelen naar Ameiden om de nacht bij Matty te spenderen. Het lijkt erop dat Matty dit aanbod wel aantrekkelijk vindt, maar uiteindelijk slaat hij het toch af en zet hij haar de auto uit. It's 12 euros and 10 cents. Oh, really? Yeah. Can we make a deal? No. Dit is een heel ander soort video. Oh, het was wel leuk. Kruis af. Ik vind dit een iconische klok. Is een goede klok, ja. Ja, dan even hier. Oh, hij staat een beetje stil. Kijk, en dan gaat hij een grote wijzer, die blijft even hangen. Hier wacht hij. Tik. Je kan hem eigenlijk beter een minuut erna pakken. Maar als hij dan gaan we dus wachten tot het eigenlijk 1 over 8 is. En op 1 over 8 dan hebben we dus die paar seconden dat hij blijft hangen. Is die koude spannend, bro? Ja. Klik, ja. Flits, boom. Tijd zat, goed, hoor. Tijd zat, man. Moet ik het doen? Doe jij het? Ik wil het best doen. Maar ja, dan ga jij wel lopen zeiken als je het vreemd. Doe jij het maar. Het wordt nu dus 8 uur. Nu wordt het dus 8 uur precies. Als we hem nu zouden maken, nu zouden we hem eigenlijk moeten maken, maar er gebeurt niks. Tik, en dan gaat hij meteen lopen. Ja, dus we hebben er maar heel weinig tijd. 9 seconden. 3, 2, 1, afdrukken. Nee, was je goed, man. Top, oké, doe hem in de zak. Zal ik dan een lijntje uitgooien naar de volgende? Ja. Die lookalike. De volgende die we gaan doen is een lookalike van een bankzitter. Ja, we hadden er twee in ons hoofd. Eentje is Nick Schilder. Nick Schilder is een goeie, alleen die heeft vanavond vrienden van Amstel. Daar komen wij niet binnen. Nee, ik ken nog iemand anders. Die woont in Amsterdam. Ik kan vragen of hij er op dit moment is en of wij langs kunnen komen. Ik kreeg heel veel de comment onder mijn deelname van de slimste mens. Dat er twee bankzitters meededen. Want wij staan hier naast Bonkie Jim. Juist! Ja. Ja! Juist! Wij moeten een foto maken, een polaroidje. En het lijkt me leuk als ik dan jullie samen erop vang. En omdat ik lijk op Koen, moet ik op de foto. Ja, we hebben allemaal opdrachten gekregen. We hebben onder andere een bankzitter lookalike. Ja, ik ben wel de bankzitter lookalike. Juist. Oké, komt ie, hè? Even lachen en even kijken. Kijk. Deze is voor jou, Koen. De eerste keer dat ik een foto van hem zag, toen was ik wel echt even in shock. En toen mochten we nog een spelletje spelen op de speelcomputer van de jongen die heel erg op Koen lijkt. Raoul is echt heel goed in gamen. Maar misschien komt dat ook wel omdat Milo hem zo goed aanmoedigt. En toen moest Raoul huilen, omdat hij het spelletje had verloren. Het was een leuke dag. Broeder, ik ben trots op ons. We hebben er eentje niet. Nee, die collegezaal, ja, dat was lastig vandaag. En ik denk ook niet dat als we er wel... Oh, er is geen tijd voor. Allemaal mooie foto's, sommige echt iconisch. Terug naar de studio.
Oké, mensen, de dag loopt een beetje op zijn einde en we moeten er nog twee. Iemand ouder dan 85, dat is echt mijn fout eigenlijk dat we die eerder hebben ingekopt. En met een lookalike van een bankzitter en die is wel echt moeilijk. Maar die is, dat is van de jury gaat die bepalen, dus die wil je eigenlijk wel. Ja, je moet er gewoon, die kan ook gewoon een beetje leuk zijn. Maar wie moet je nog vinden nu? We hebben er al dag al na zitten denken wie dat zou kunnen zijn. Totdat we net eigenlijk kwamen van wat we moeten doen is gewoon een tering lelijk iemand zoeken. En dan zeggen we, hey, cool, die lijkt op jou. Ja, iemand van die ook nog zo'n history mee. Ja. Dus, ik heb een berichtje gestuurd. Naar, niemand minder dan, Mastermind Media. Wie kent het niet? Mensen, Mastermind Media van Koen zijn video. Ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood van de cringe. Haastan, we moeten voor een video van bankzitters, nee, ik ben natuurlijk niet eerlijk geweest, een foto maken met iemand die knapper is dan Koen. Dit is een compleet verzocht. Dat klopt wel trouwens. Dus om hem terug te pakken, dachten we meteen aan jou. Heb je daar tijd in, tijd voor, zin in? Koen is er zelf trouwens niet bij. Vind jou nu al een legend? Ze stuurt hij naar mij, hè? Mastermind Media. In het zakje, hè? En dan was hij er wel bij. Heb niet zozeer iets tegen hem of zo, by the way. Maar hoort gewoon allemaal bij die social media game. Die social media game, hè? En nou komt het. Laatste zin, die toch weer roet in het eten gooit. Woon niet in NL, hè? Want hij is gek, man. Hij moet niet in NL. Waarom ik zeg? Bro, niet in NL. Maar wel dan. Man gaat dik. Wat denk je dat hij gedaan heeft? Man gaat dik, heeft hij gelijk. Ik woon tot dinsdag nog op Malta. Daarna ben ik daar ook weg. Dat lijkt het me een goed idee. Als we hem gewoon even facetimen. Ja, dan doen we het wel op die manier. We moeten een oplossing hebben. Maar jij met hem op de foto van ik? Nee, jij. Ja, ik facetime wel. Jij bent maar. Nu. Bro, hij vindt jou een legend. Klopt, is ook wel zo. Ja, daar is hij hoor. We zijn er. Als dat Mastermind Media niet is. Zit je gewoon op Malta nu? Ik ben nu wel op Malta, ja. Zit je lang op Malta? Bijna 2 jaar, of nu iets langer dan 2 jaar. Maar dinsdag vlieg ik weer weg, hè. Waarheen dan? Ga je dan weer in Nederland wonen? Ja, Nee. Dan houden we nog even gaan. Oké, bro. Jullie gaan het zelf wel zien, ja. Bro, ik vind het spannend, man. Ja, we zijn bezig. Maar is Malta een beetje lekker? Ja, we maken even een foto. Oké. Jij gaat nu gewoon naast mijn hoofd, oké? Dan zie je hem. Even je goede hoek, weet je wel. Ja! Doe Koen de groeten van mij, geef een dikke kus. Ja. Heb je verneukt? Nee, ja, kijk even wat dit is. We doen even eentje opnieuw. Ja. Wat is dit? Ik ben nog niet zo goed op de Mastermind Media. Kom, we doen er nog één keer, nog één keer. Poseren. Ja? Wat doe je dan die flip? Die moet je niet doen. Jawel, kijk, deze geluk, deze geluk. Ik ga stuk om hier. Jullie zijn top, een dikke shout-out naar jullie. Heb je nog een wijsheid voor de mensen thuis? Ja, wat voor gebied, zeg mij. Ik denk onze kijkers die zijn op zoek naar, dat zijn allemaal maagden, die zoeken vrouwen, weet je wel. Ja, zo voor een groot YouTube-kanaal. Hey bro, rustig aan. Nee man, jij zat meteen niet serieus in hem. Ik neem zo dat nou weer. Mooi, je bent een vet man. Bro, hij gaat niet zeggen waar die heen gaat. Wat interesseert dat nou? Bro, er zijn 2 compleet mislukte foto's. Je hebt het helemaal van k***. Wat is dit nou? Bro, we hebben de beelden toch? We gaan niet winnen. We hebben 2 foto's van Maas. We hebben geen foto's meer nu. Nee, dat is jerry. Die 85-jarige kunnen we dan niet meer doen. Ja, het is nu klaar. Een lookalike van Koen. Het is Mastermind Media geworden. Wat een legendarische dag. De reveal, jongens. Zijn jullie een beetje klaar voor? Zin in, want dan kan ik ze meenemen en ophangen thuis. Ik wil graag beginnen met in een collegezaal waar op dat moment lesgegeven wordt. Kijk! Oh! Het was een oerzaai les. In Engels, dus ik heb er niks van meegekregen. Zijn hier niet naartoe. Nee. Oh, lekker! 1-0! 1-0. De volgende, een kaartenhuis van minstens 4 lagen. Ja, wij gaan maar eerst. Wij dachten, het gaat kansloos zijn om met kaarten een kaartenhuis te bouwen. Dat is kansloos. Dat moet je niet doen. Dat is echt tijdverspilling. Welk team doet het nou? Dan ben je echt idioot. Dus we hebben een foto met een kaartenhuis. Oh, het is een vakantiepark. En is jullie ook gelukt? Voordat wij onze foto gaan laten zien, dit was eigenlijk het punt na 1 foto dat Rob de pol op de grond flikkerde. En eigenlijk zijn ze gewoon allemaal daarna half mislukt. Het niveau van de foto is nu ongeveer dit. Oh, Jezus. Jezus. Maar je ziet het wel. Het is 4 lagen, allebei een punt. De volgende, met iemand ouder dan 85 jaar. Oh. Dat is een persoonlijk favorietje. Niet alleen hebben wij een hele leuke dag gehad, we hebben er ook voor gezorgd dat Roel hem thuis op zolder een leuke Polaroid met zo'n meid, Trace. Ik was blij om je weer te zien, dat was lang geleden, zei ze. Wij hadden ook zo'n soort familiereunie in ons hoofd. Wat zei ook, van we kunnen naar mijn oma toe. Ja, die kennen wij. Die hele grote oma gemeld niet. En toen krabbelde die langzaam toch terug. Ik heb mijn oma echt al 1,5 jaar niet gezien. En als ik dan nu voor de eerste keer daar weer toe ga, ze is trouwens ook verhuisd. Ik weet helemaal niet waar ze woont. Dus we hebben deze helaas ook niet. Ah, mooi puntje. De volgende, een klok die precies een uur aanwijst. Wij hebben een originele interpretatie gedaan. Oké. Je kan dus door de kwaliteit kan je nog net zien dat hier een oventje is waar precies 4 uur op staat. Bruh. Een klok die een uur aanwijst. Tenzij jij een klok bent, wijst er geen klok aan. Jongens, het spijt me, maar ik ga deze niet goed rekenen.
Nee. Ook een lelijke overtrouwens. Als jij hem op een seconde precies met die Polaroid wil doen, dat is bijna onmogelijk. Ja. Maar niet voor ons. De klok op Amsterdam Centraal. Op de seconde, nauwkeurig. Oh, wow. Precies, exact 1 over 8. Een prachtige plaat, man. Hij is echt, als je goed kijkt, echt satisfying. Ja, ik heb hem al gezien, Roep. Oké, dan gaan we door naar de volgende. De zonsondergang. Want het was natuurlijk een best grauwe dag. Dus dan is de zonsondergang fotograferen best moeilijk. Maar we hebben een plek gevonden bij het water. Oh, wow. Wow. Prachtige zonsondergang. Waar staan die palmbomen? Palmbomen bij ons boven in het opnamehok van kantoor als je het scherm aanzet. Ja, dit is een prachtige foto. We hebben hier ook een foto met zonsonder. Kijk eens even hoe die horizon raakt. Hoe mooi is deze? Hij raakt, hij is al half weg, hè? Ja, dat is echt mooi hoor, mannen. Echt. Mannen, allebei een prachtige foto met zonsondergang. Dan gaan we nu door met 25 kledingstukken gedragen door één persoon. Het leek ons leuk iemand op te zoeken die best wel op zich wat vaker in de bankje de video's voorkomt. Maar dat was natuurlijk al een challenge. Dus we hebben iemand die op zich redelijk vaak in de bankje de video's zit. En het is een zieke koen. Was gezellig, bro. Ja, lekker, zellig, vrienden. Ja, kijk, ik kan deze foto wel laten zien, maar ook niet heel verwijzen. Want deze is echt helemaal niet. Jezus. Wat is dit? Ik weet niks van nu dat die polderboys niet werken. Ik zie nu Rob liggen, ja. Waarom heb jij trouwens onderbroeken hier nog een kerstboom? Waarom heb jij een kerstboom thuis? Ik? Waarom heb jij een kerstboom thuis nog? Het is februari of zo. Is het bij mij thuis? Ja, maar je ziet het alleen niet. Dan kunnen we nog even trouwen, ik doe naar die klok van die bro. Is dat mijn oventje? Je hebt zoveel Red Bull in de koelkast dat ik echt een paardenhik van. Ja, zijn die 25 kleding gedragen door één persoon? Ik zie letterlijk niks. Maar hoe kan jij die polderboys verneuken? Hij gooit hem toch op de grond? Nee jongens, helaas. En jullie hebben echt een prachtige foto. Dan gaan we nu door met iemand die ooit in een bankse video heeft gezeten. Wij hebben iemand gekozen die in best wel wat video's zit, maar nooit fysiek aanwezig is. Het is voor mij een held en ik denk ook voor alle kijkers! Zeker, zeker! Het is een Pieter Visser hoor! Bro. Ja, gewoon weer een nieuwe bankse video met Milo en Raoul op de Polaroid. Bro, hoe hebben jullie hem gevonden? Hij is klein, ik dacht dat hij veel groter was joh. Was hij een leuke gozer? Heel enthousiast. Ja? Fantastisch gozer, ja. Enthousiast, vrolijk. Ik zou morgen niet nog een keer afspreken. Wij hebben gezocht naar iemand die een diepere connectie had met een van hen. En we hebben ze herenigd samen. En ze vonden het zo fijn om elkaar mee te zien. Zie jij wie dat is? Dat is die Oekraïense. Bro! We zeiden nog tegen elkaar van het zal toch niet dat ze dadelijk opeens bij ons in de auto zitten. Dat ze meegaat de halve video. En echt nog geen 2,5 seconden later zat ze opeens met mij op de achterbank. Jongen, allebei een parel. Schitterend, allerlei punten. Een Eredivisie speler uit het rechte rijtje. Bij ons was het gewoon puur praktisch. We denken, we kunnen wel al die clubs afrijden. Maar we zijn al in de buurt van Almere. We sturen gewoon een DM naar alle spelers van Almere City. En daar reageert er vast wel eentje. En dat gebeurde ook. Grootste talent van de Eredivisie. Gescoord tegen Ajax, gescoord tegen Feyenoord. Jong de ritmeester van de kamp. Ik ken als de ritmeester. Maar ik moet wel zeggen, hartstikke leuk. Maar ik heb deze gast nog nooit gezien. Hij scoort tegen Feyenoord. Kijk je in voetbal? Nee, maar ik krijg je tegen goal. In de winter, vers van de pers, overgekomen van het prachtige Rangers. Ex-PSV'er, Sam Lammers. Sam Lammers. En hij zei... Zeg Sam, we moeten op de foto met iemand uit het rechte rijtje. Waarop hij zei... Nog wel. Dan de laatste foto. En ik zie hier dat de juryfoto. Dus ik mag er eentje kiezen die ik het best vind. Dat is namelijk met een lookalike van een bankzitter. Ik heb die foto niet met die lookalike. Ik heb alleen een foto met jou, Koen. Is dit een grap? Ja, we hebben alleen deze nog. Ja. Een foto met GoTo Gym. Ja, wij hebben ook getwijfeld om de GoTo Gym brand kant op te gaan. Maar we dachten, we pakken het breder. We willen iemand die niet alleen een soort van fysiek op jou lijkt, maar ook qua gewoon carrière, qua wat je voorstelt, qua in gedrag ook, weet je wel. Okay, ja. En dus hebben we contact gelegd met een internationale ster. Want toen we contact hadden, bleek dat deze persoon niet eens in Nederland woonde. Dus hebben we uiteindelijk een exclusief FaceTime gesprek weten te regelen. En daar hebben wij een foto mee gemaakt zo. Maar ik kan je de foto wel geven, dan weet je eigenlijk nog steeds niet met wie het is. Alle foto's zijn natuurlijk gewoon van mijn media. Nou jongens, jullie hebben het goed gedaan. Maar dit punt gaan we echt even. Wat een dag! Dames en heren, bedankt voor het kijken. Jongens, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het top gedaan. Goed gedaan, jongens. Tot de volgende video. Doei!